met jullie bakken. We hebben gekozen voor een recept van zandkoekjes, omdat we hopen dat jullie de meeste ingrediënten ongeveer wel in huis hebben. Wat heb je allemaal nodig? Je hebt nodig 225 gram bloem, 100 gram suiker, Lise gaat pas dingen voor ons afwegen, 150 gram bakboter, een beetje zout. En je kunt ervoor kiezen om er een ei door te doen, want het ei zorgt ervoor dat je koekjes wat minder snel breken, maar het is niet per se nodig. Nou, als je al je ingrediënten in een kom hebt gedaan, dan kun je ervoor kiezen om ze met de mixer en de deeghaker te mixen. Maar je kan het ook lekker met je handen in gaan kneden, totdat je een mooie dichte bal hebt. Moet je natuurlijk wel even je handen wassen, hè, want voor dat is wel zo fris. En als je die bal klaar hebt, zo, dan leg je hem in je kom. Kun je er even een folietje overheen doen. En dan zet je hem een half uurtje op een koele plek. Nou, de koelkast is daarvoor natuurlijk het meest handig. Zo. Wat je ook nog kunt doen, maar dat is even als je het toevallig in huis hebt, is je deeg verdelen. Dan doe je een beetje kleurstof in één stukje deeg. En misschien leuk een beetje cacao in een stukje ander deeg, zodat je andere kleurtjes krijgt en andere smaakjes. Nou, dan halen we ons deeg weer uit de koelkast. Kijk, en we hebben dat alvast een beetje voorbereid, dus allemaal leuke kleurtjes gemaakt. En dan gaan we het deeg uitrollen. Dan ga je eerst even wat van je meel, bloem heet dat ook wel, op je aanrecht doen. Want anders gaat je deeg namelijk aan je aanrecht vastplakken en dan vind je je vormpjes en niet makkelijk afhalen. Nou, wij hebben hier in huis allemaal leuke vormpjes die we kunnen gaan gebruiken. Heb je dat nou niet, kun je ook prima een rolletje maken. Even kijken, ik heb dat hier al gedaan met vier verschillende kleurtjes. Dan kun je met een mes gewoon plakjes snijden, waardoor je gewoon leuke ronde koekjes krijgt. Nou, Lise gaat alvast even wat uitrollen, zodat we, maakt niet uit Lise, pak maar gewoon welke je wil. Die leggen we, de koekjes leggen we op een bakblik. Doe even, als je dat hebt, een bakpapier op je bakblik. Anders eventjes insmeren met bakboter en een beetje bloem. Want anders dan gaan je koekjes vastzitten aan je bakblik. En dan krijg je ze er straks niet zo goed meer van af. Ondertussen kun je ook je oven vast even gaan aanzetten om hem voor te verwarmen. Dat doe ik nu nog niet, want anders maakt dat zo'n lawaai in het filmpje. Maar je kunt hem vast op 150 graden warm zetten. Dan kan die vast mooi warm worden. Als je nou niet van die leuke stekentjes hebt thuis, kun je ook een glas gebruiken. Dat lukt ook heel prima. Zo. Doe maar niet zo. Mooie vormpjes maken. Maar misschien heb je ook wel andere bakjes of figuurtjes in huis waarvan je zegt, goh, dat vind ik heel leuk. Nou, je kunt natuurlijk ook gewoon met een mes een figuurtje snijden. Nou, die leg je allemaal netjes op je bakblik. En als je bakblik dan vol is, dan zetten we die in de oven. Deze nog niet helemaal vol, maar voor de nog voor nu. Typen we even de temperatuur in. En dan zetten we hem aan. Als nou de koekjes zo klaar zijn, dan is het wel even verstandig om te vragen of een volwassen persoon jou even wil helpen. Want wat ik al zei, die oven die wordt 150 graden, dat is natuurlijk hartstikke warm. En we willen niet dat iemand zich pijn doet aan de koekjes op de oven. Nou, als de koekjes klaar zijn, kun je dat zien omdat de koekjes mooi lichtbruin zijn van kleur. Kijk, we gaan even kijken. Met de pannenlappen natuurlijk. Het zit allemaal zo brand op de handen. Kijk, ze zijn heel mooi
bruin geworden. En die natuurlijk helemaal met de kleurtjes. En dan moet je ze even laten afkoelen. Want als je ze nu gaat eten, zijn ze nog te heet. Dus we gaan ze even wegzetten om ze te laten afkoelen. En als ze afgekoeld zijn, kun je ze allemaal het beste bewaren in een grote trommel. Dan blijven ze lang lekker. En dan kun je ze lekker gaan opsnikkeren. Eet smakelijk en veel plezier met bakken!